Hallo, mijn naam is Ricardo Caeiro. Ik report hier SCM Live en ik zit hier met meneer Michels. Hallo meneer Michels. Hoi. Ik ga u vandaag wat vragen stellen. Niet te moeilijk hè? Nee, dat gaat goed komen. Waarom bent u docent geworden? Mag ik een hulplijn inschakelen of is dat niet de bedoeling? Dat is niet toegestaan. Ik ben docent geworden vooral omdat ik het leuk vind om met mensen te werken. En om kennis over te dragen. En ontwikkeling dingen. Oké, en waarom heeft u precies dan voor middelbaar onderwijs gekozen? Omdat ik absoluut niet met kleine kinderen kan omgaan. Welke opleidingen heeft u gevolgd? Van lagere school tot aan eindonderwijs? Ik heb eerst de basisschool afgerond. En toen de HAVO. Toen ben ik nog een jaar de acteursopleiding gaan doen. Maar dat was niet zo leuk. En toen heb ik de lerarenopleiding gedaan. Hoe was u zelf als leerling? Qua cijfers, qua gedrag, te laat komen enzovoort? Nou, ik was wel altijd op tijd. Maar ik was bijzonder druk. Dat mocht in mijn tijd nog, dan was je gewoon druk. Tegenwoordig heet het ADHD. Hoezo ADHD? Concentratieproblemen en heel slecht in opletten en altijd actief staan wanneer je eigenlijk moet zitten. Een beetje rondjes rennen door de klas als dat niet hoort. Ik was wel altijd heel lief, maar wel heel druk. En cijfers waren gemiddeld. Gewoon normaal. Dit is mijn 6e jaar in het onderwijs en ik heb denk ik met stages erbij 7 jaar. Ongeveer 7 jaar. Oké. Hoe bent u zelf op de Sint-Jozef MAVO terechtgekomen? Ik zit in de band bij meneer Tanis. En meneer Tanis die heeft gezegd misschien dat je hier moet komen werken, want het is hier zo leuk. Nou, daar ben ik. Oké. Wat doet u dan in de band van meneer Tanis? Ik speel gitaar en ik doe zang. Oké. Wat is tot nu toe het leukste aan de Sint-Jozef MAVO? Dit interview. Dit interview vindt u het leukst? Nee, ik vind de sfeer vind ik hier heel goed. Tussen de leerlingen en de docenten is de sfeer gewoon heel goed. En dat vind ik... U heeft dus voor deze school gekozen omdat meneer Tanis zei dat het een leuke school was om hier te komen werken. Ja. Nou, hij heeft gelijk gehad. Hoe staat het ervoor? Ik ben een gelukkige man. Daar ga ik het bij houden. Een gelukkige man. Oké. Ik ben niet getrouwd, maar ik ben wel een gelukkige man. Oké. Wat wilt u verder nog kwijt? Iets over de school of over de leerlingen? Over dit interview? Mag ik de groeten doen aan mijn moeder? Ja, dat mag. Ik betwijfel dat uw moeder dit zult zien, maar dat mag. Oh, nou, in dat geval doe ik gewoon de groetjes aan iedereen op de Jozef MAVO. Nou, dit was Ricardo Caeiro vanaf SJM Live. Tot de volgende keer.